De behoefte aan betaalbare studentenwoningen in Zwolle is groot. De stad telt inmiddels 40.000 hbo- en mbo-studenten, waarvan een groot deel geen huisvesting kan vinden. Dat is voor Zwolle in ieder geval heel erg belangrijk. We zijn al lang aan het streven naar maken van Zwolle een studentenstad. En een van de eerste dingen is dat je die studenten ook dag en nacht in de stad moet hebben. Dat geeft reuring, dat geeft een jonger straatbeeld. En we vinden het heel jammer dat onze studenten aan het eind van de studiedag allemaal weer naar huis gaan of naar de plek waar zij dan zijn. En we zouden eigenlijk veel liever willen dat ze in de stad blijven. Met de bouw van de nieuwe stadscampus wordt dat deels opgelost. Nou, wat hier komt zijn zo'n 357 eenheden aan studentenhuisvesting, zelfstandig, 28 vierkante meter. Met een eigen keuken en een eigen badkamer. En een hele mooie architectonische kwaliteit, heel dicht bij de stad. Dus ik denk dat het fantastisch wonen wordt voor studenten in Zwolle. Er werd wel eens gezegd, ze moeten eigenlijk rollend vanuit de kroeg naar huis kunnen. Nou, dat kan hier zo ongeveer. De nieuwe Zwolse studentencampus komt recht tegenover het kraanbolwerk, dat op dit moment ook in ontwikkeling is. De drie pakhuisachtige flats komen daarmee op een belangrijke zichtlocatie langs de A28. Op de begane grond komt een zorgboulevard voor verslaafden en dak- en thuislozen. Deze ontwikkeling is geweldig belangrijk voor de stad Zwolle, want hiermee geef je een enorme impuls aan studentenhuisvesting. De plek in de stad is heel geliefd. Bij studenten weten we van de nieuwe haven waar ze nu zitten, daar vlakbij, maar dat is oud en dat zal verdwijnen. Maar we weten dat dit geweldig populair is. En daarnaast is het ook heel erg belangrijk dat we een goede plek hebben voor de zorg- en opvangvoorzieningen die we hebben voor kwetsbare doelgroepen. En daarnaast is natuurlijk de ruimtelijke kwaliteit heel belangrijk. Dat je een mooie entree krijgt bij de binnenstad. De rotonde kan verbeterd worden. Dus eigenlijk knapt de hele hoek van Zwolle hiermee op. De handtekeningen zijn gezet en de bouw kan medio 2013 van start gaan. Maar dan moet de gemeenteraad van Zwolle wel akkoord gaan met de subsidie. Het is helder dat zonder de bijdrage van de overheden, provincie en gemeente 2 keer 2 miljoen, dit plan niet door kan gaan. Want dan is er sprake van een onrendabele top, zoals dat in het jargon heet. En dat betekent dat het plan daarmee niet kan doorgaan. Ja, dat is goed.